Zie je nog wat? Je bent er langs. Nou, we gaan staan hoor. Nee, nee, ik zat even te kijken. Dat mag u ook nog even dat stokje erin halen. Dacht u? Ik dacht dat hij een touwtje vast had, dus ik gooi hem eruit. Maar waar was hij? Deze praam, uit welk bouwjaar komt die? Nou, dat is niet helemaal zeker. Het is in elk geval 1921, staat er ook keurig op een bordje achterop. Er zit ook een plaatje op wie de bouwer was en wanneer. Maar er zijn ook geruchten, ideeën, dat hij eigenlijk 10 jaar ouder is. Dus uit 1911. Okay. Maar goed, voor de zekerheid houden wij op 1921. En dus is hij dit jaar 100 jaar oud. Exact. Exact. En dat is ook wel leuk, die 100 jaar oud, want dat kun je ook zien aan de boot. Een van de kenmerken bijvoorbeeld is dat het is een ijzeren boot. Stalen schip zeggen ze tegenwoordig. IJzeren boot. En die is geklonken. Dus je hebt klinknagels en zo zitten de huidplaten aan elkaar vast. Dat is in de tijd dat ze nog niet konden lassen. En daarin kun je zien hoe oud hij is. Is er vroeger ook een praam in functie geweest van Ten Kate? Van Ten Kate zelf zou ik niet weten, ja? Maar we hebben foto's waarop je in de havenkom in Almelo, op dezelfde plek waar nu de havenkom ook is, daar zie je wel 20 van dit soort pramen liggen. Met masten en al, want dat was toch uit de tijd dat ze niet gemotoriseerd waren. Die motorisering die is ongeveer gekomen, nou zeg maar rond 1920. Vandaag bent u hier zeg maar voor de Open Monumentendag. U geeft inlichtingen aan mensen die meelopen, dus over de historie van Ten Kate als textielgigant hier in Twente. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, nou ja, dit is eigenlijk een heel interessant gebied, omdat je hier nog de structuur heel goed ziet van een complex met aan de ene kant de weverij en dan loopt er een straat tussen en dat is de Kalverstraat en dat is eigenlijk de straat waar dat door de arbeiders zelf zo genoemd is, want als de bel ging, dan ging iedereen eruit en naar huis. En dan was het even heel erg druk. En aan de andere kant van die straat, van die Kalverstraat, daar had je de spinnerij. En die combinatie van de twee, weverij en spinnerij, dat maakte dit complex. En dit complex heeft eigenlijk tot en met de 50e, 60e jaren uitbreidingen ondergaan. En dan krijgt het ook te maken met de textielcrisis in Twente en overal in Nederland. En dan komt er een moment, dan moet je besluiten, wat ga je doen? En dit gebied heeft nog enorm veel kenmerken die het de moeite waard maken om het te herbestemmen. En dat gebeurt nu. Ja. Er is ooit wel eens een woord opgegooid om de textielindustrie terug te brengen naar Twente. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Nou, dat vind ik op zich wel een interessante gedachte. En misschien kan het op kleine schaal ook wel. In Enschede bijvoorbeeld zijn ook wat initiatieven in die richting. Maar het wordt nooit meer een textielindustrie met duizenden mensen die daar werkzaam in zijn. Dan moet je echt wel een niche in de markt zoeken. Maar voor, laten we zeggen, het normale textielwerk, moet je toch in landen zijn waar de lonen een heel stuk lager liggen. Dus die tijd is echt wel voorbij. Maar het is wel heel mooi wanneer je bijvoorbeeld in sheddaken of in betonschaaldaken uit de 50e jaren, als je daar functies aan kan geven, waardoor die gebouwen ook decennia weer meegaan. Het geeft ook iets heel eigens aan zo'n wijk, anders dan een normale moderne stadswijk.